Goeiedag, vanochtend starten we de dag met een mooie zonsopkomst op veel plaatsen. Zelfs wat mist her en der boven de weilanden, met name in het zuidoosten van het land. Maar in de loop van de dag nam de bewolking toe, al bleef met name in het noorden en noordwesten ook wel ruimte voor de zon. En aanvankelijk was het heel rustig weer, dat zien we ook mooi op deze foto. Boven het Markermeer, het water staat vrijwel stil, maar dat is inmiddels wel aan het veranderen. Vanuit het noorden steekt namelijk een stevige noordenwind op en daar houden we ook in het weekend mee te maken. Dat zien we hier ook. De lijnen van gelijke luchtdruk liggen de komende 24 tot 48 uur dicht bij elkaar. Dat betekent dat er een stevige wind komt te staan, uit een noordelijke richting dus. Nou, aanvankelijk levert dat ook nog een paar buien op, maar in de loop van het weekend, met name zondag, blijft het overwegend droog met vrij veel ruimte voor de zon. Nou, na het weekend krijgen we dan weer verschillende gebieden met wat bewolking en ook een paar buien over ons heen, maar zo nat als de afgelopen tijd zal het voorlopig niet meer gaan worden. Dat betekent wel dat de temperaturen gematigd zijn voor de tijd van het jaar vanwege die noordenwind. En ja, toch vaak niet veel hoger dan een graad of twintig zullen uitkomen. Nou, vanavond is dat ook het geval. Langzaamaan steekt die noordenwind dus op. Boven landkracht 3 tot 4 en aan de kust later vanavond af en toe een windkracht 5. En er zijn tot zo zonsondergang zonnige momenten. Maar er trekken ook wat buien van noordoost naar zuidwest over ons land. Komende nacht neemt de buiigheid dan geleidelijk aan verder toe. Met name in het binnenland vallen er in de loop van de nacht vrij veel buien. En de temperatuur daalt niet veel verder dan een graad of 12. En morgen hebben we dan met die stevige wind te maken boven landkracht 4. Af en toe zelfs tippend aan de windkracht 5. En vlak langs de kust, met name in het noordwestelijk kustgebied, staat er bij tijden een krachtige noordenwind, windkracht 6. Nou, daar blijft het dan ook. Koel cool voor de tijd van het jaar. Maxima op de wadden niet veel hoger dan een graad of 15. Langs de kust elders 16 of 17 graden. In het binnenland kan het met wat zon in de namiddag nog ruim 20 graden worden. Maar met die wind voelt het dus wel wat frisser aan. Nou, ook zondag is sprake van een stevige noordelijke wind. Maar dan blijft het overal droog. Met in de loop van de dag meer ruimte voor de zon vanuit het noorden. En temperaturen tussen de 16 en 20 graden van noord naar zuid. De nieuwe week begint dan overwegend droog met wel vrij veel bewolking, temperaturen rond de graad of 18. Vanaf dinsdag en woensdag neemt de kans op buien vervolgens weer toe en aan die temperatuur verandert niet zoveel volgende week. Het blijft aan de koele kant voor de tijd van het jaar met gemiddeld een graad of 18. Ik wens u een mooi weekend.